Stichting SU8 is gisteren begonnen met haar jaarlijkse inzamelingscampagne. SU8 zal dit jaar ook geld inzamelen voor de Stichting voor het Kind, Stifoki. De stichting, die onder leiding staat van bisschop Karel Tjuni, heeft een doorstart gemaakt nadat het in 2017 noodgedwongen de deuren moest sluiten. Stichting SU8 start dit jaar met de SU Don Eat. Een campagne waarbij 4 bedrijven elk een week lang een product in de aanbieding hebben en een deel van de opbrengst aan SU8 doneren. Het eerste bedrijf is Fernandes Bakkerij. Giovanni Seggen, voorzitter van SU8, zegt dat hij geloof heeft in het nieuw bestuur van Stichting voor het Kind. Wij als SU8 hebben daar enorm veel vertrouwen in en vinden het vooral belangrijk dat de doelgroep, meisjes die seksueel zijn misbruikt, op een adequate en professionele manier worden opgevangen. U kent SU8 altijd van december. Mede dankzij de vrienden van Fernandes hebben we een veel grotere aanpak dit jaar. En vandaag is de start met SU-Donate. Dat loopt de hele maand september. Waarbij we met bedrijven samenwerking hebben die een deel van hun opbrengst aan ons gaan doneren. In oktober hebben we de Traveling Box Challenge en dat begint met Sydney Groenberg en Jean-Luc van Charante. In november start onze sms-actie en de SU Eet Mond en dan gaat het echt om eten, waarbij we in partnerschap met een aantal restaurants ook geld gaan inzamelen. En in december komen we dan terug met wat jullie gewend zijn, de dagelijkse inzamelingsactie. Bisschop Tjuni gaf aan dat hij niet had gedacht dat God zijn voorzienigheid zo snel zou werken. De bisschop zegt dat hij in goed vertrouwen is begonnen met het werk bij Stifoki. Ik zag de verwaarlozing bij de stichting. En ik zag dat er een heel vitale zorg van de maatschappij kwam weg te vallen en die moet weer hersteld worden, benadrukt de bisschop. Jules Fernandes, algemeen directeur van Fernandes Groep, geeft aan dat hij helemaal achter de doelen van SU8 staat. Het ging om 60 meisjes. Voor zo'n klein aantal van onze bevolking is het echt schrikbarend. En iedere keer als je dan de krant weer leest, zie je die is veroordeeld, die wordt voorgeleid. En dan dacht ik steeds van, dat zijn allemaal meisjes die nu ergens opgevangen moeten worden. Ik heb mezelf aangeboden om in het bestuur te gaan. En ik ben daarbij ondersteund door de Rotary Suriname. Zij zijn met 2 leden in het bestuur gekomen. En out of nowhere belde Giovanni op en zei dat ze willen ondersteunen. Dat gaf weer een boost en een groot vertrouwen dat wij een goede herstart kunnen maken. Wanneer het tijd wordt om te doneren, is het prettig om een boegbeeld van vertrouwen te hebben die behoefte staat van een dergelijke stichting, waardoor je ook met meer gemak geeft en met meer plezier geeft. En waarom wij ook hier namens Fernandes staan en aan onze collega's zeggen, geef. Laten we de bisschop, laten we onszelf helpen. Tot zover Jules Fernandes, algemeen directeur van Fernandes Groep. En daarvoor bisschop Karel Tjuni, voorzitter van Stichting voor het Kind. Ze spraken gisteren bij de start van de SU8-campagne. De start vond plaats bij Fernandes Bakkerij aan de Kernkampweg.